Start is gevallen. High five Renka aan de relingzijde laat heel graag Hingis Transair voorbij. En Hingis Transair gaat makkelijk de leiding pakken. Hingis Transair, daarachter High five Renka, daarachter aan de relingzijde is ook goed begonnen. De 3, Hertogin Fanatic. Aan de buitenkant daarnaast ligt de 4 en dat is Howie Star. Daarachter de trainingsgenoot Haley Jet. En de laatste twee zijn High Speed Arazi en Hen Bianca Boko. Paarden gaan de eerste bocht door. Sweepstakes Merries met Hingis Transair de favoriet aan kop. Bakker had het tempo een beetje uit de koers, maar de rest moet nog even op adem komen van de beginfase. Tweede plek is voor High Five Renka. Dan valt er een klein gaatje naar Hertogin Fanatic. En daarachter volgt Howie Star. Die gaat kort van de benen. Howie Star maakt een kortse rompler, zoals onze Duitsers dat zo mooi zeggen. En daardoor is de vierde plaats nu voor de trainingsgenoot Haley Jet. Buitenkant High Speed Arazi, daarachter Hen Bianca Boko. En Tesla kijkt dus achterom. Die denkt, ik ga lekker op die rug van Pols voordat Van Toor weer terug is. En dat heeft hij op dit moment gedaan. Van Toor aan de staart van het veld gaat zometeen weer aansluiten. En zo zijn de deelnemers op weg naar de linkerbocht. Weinig tempo in deze koers. Het is Hingis Transair die leidt. High Five Renka op plaats 2. Hertogin Fanatic derde. Dat het langzaam gaat kun je zien aan High Speed Arazi. Want Pols wil niet eens naar voren, maar die gaat vanzelf al naar voren. Die komt nu uit op plaats 3 met High Speed Arazi. En die kan als hij wil nog wel verder rijden, maar daar heeft hij voorlopig even geen zin in. Tempo blijft laag en de deelnemers komen de rechte lijn voor de tribune weer in. Hingis Transair, daarachter aan de relingzijde volgt High Five Renka, dan High Speed Arazi. Daarachter de rest van het veld. In het tweede spoor is ook Tesla mee naar voren gegaan. Met hen Bianca Boko. En de paarden komen voor de tribune langs. Bakker zou, als hij op zijn stopwatch gekeken hebben, waarschijnlijk de slappe lach hebben gekregen. Hij kijkt niet eens. Hij weet dat het niet hard gaat. Gaan de laatste kilometer in met Hingis Transair aan de leiding. Hingis Transair in een tempo ver boven de 20. De buitenkant High Speed Arazi, dan High Five Renka. Dan Hen Bianca Boko met Hertogin Fanatic aan de relingzijde. En de laatste twee, dat zijn Jaap van Rijn en Rob van Toren. En die rijden respectievelijk Haley Jet en Howie Star. Paarden door de rechterbocht. Nog altijd gebeurt er niets. Nu doet Bakker het zweepje naar voren. Nou gaat er wat gebeuren. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. En, het is Hingis Transair die nog altijd makkelijk leidt. Hingis Transair, High Speed Arazi is er helemaal naast gekomen nu. Nu moet Bakker ook wel. Daarachter aan de relingzijde gaat het ruggetje heel makkelijk houden. High Five Renka. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Aan de start van het veld. Uitgeschakeld paard nummer 4. 4 galop. Behalve de tweede fout van de 4 en die is er nu uit. En zo zijn de deelnemers op weg naar de laatste bocht. Leiding in handen van Hingis Transair. Hingis Transair, buitenzijde High Speed Arazi. Daarachter aan de relingzijde High Five Renka. En Bianca Boko gaat makkelijk mee. Daarachter Hertogin Fanatic. En daarachter volgt dan nog Haley Jet. Paarden gaan door de laatste bocht. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En nog altijd die halve lengte voorsprong voor Hingis Transair. Hij laat het aankomen op speed, Robin Bakker. Maar dat hebben andere paarden ook. Eens kijken of dat de goede tactiek was. We zien het heel snel, want ze zijn in de laatste rechte lijn. Uitgeschakeld paard nummer 3. 3 galop. Hingis Transair leidt. Staat nu wel onder druk van High Speed Arazi. High Speed Arazi aan de buitenzijde heeft voordeel. High Speed Arazi is er voorbij. Hingis Transair komt weer terug. Daar komt ook High Five Renka. Het is Pols die heeft overgenomen. En High Speed Arazi gaat de sweepstakes winnen. Hingis Transair tweede. Derde plaats aan de buitenzijde. High Five Renka. Mooie finish. Het was een tactische koers. En dat paste Pols wel. Wat een fantastische winnaar zeg. Alles buitenom deze High Speed Arazi. Geweldige winnares van de Sweepstakes Hameris.